Dat is verschrikkelijk. Niet om aan te zien. Dat lijden. Dat wens je toch niemand toe? Zo'n... hoe hij. Natuurlijk. Verschrikkelijk. Maar... Dat had u toch kunnen voorkomen? Ik? U? Zeg maar, Freek. Zeg ik niet, kan ik niet. Want? Hij wilde dit niet. Niet op deze manier. Heeft hij nooit gewild. En dat wist u. Dat wist ik. Hij heeft u zo'n formulier gegeven. Jaren geleden al. Hij heeft mij een verklaring doen toekomen. Jaren geleden al. Nou dan. Via mijn assistent. Nou, en? Dat maakt toch niets uit? U wist dat hij... Ik begrijp dat u geschokt bent. Dat heeft er niets mee te maken. Natuurlijk ben ik geschokt. Geschokt en verdrietig. Maar misschien wel vooral door de manier waarop u Thijs in de steek heeft gelaten. U wist dat hij... Dat zegt u zelf... Hij heeft die verklaring bij mijn assistent gedropt, maar hij is er nooit op teruggekomen. U dan wel? Nee. Nou dan. Maar u toch ook niet? Hoezo? U heeft al die tijd geweten. Ik heb altijd gezegd, als jij dat wilt, dan moet je dat zelf weten. Maar ik wil er niets mee te maken hebben. Ik wil niet dat ze jou... Ik wil daar niet voor verantwoordelijk zijn. Dat jij... En dat neemt u mij nu kwalijk. Wat? Dat ik hem niet... Vorige week heeft hij u erom gesmeekt. Vorige week, ja. Nou dan. Ik was er nog niet. Ik ben ook maar een mens. Ik ben niet op afroep beschikbaar. Ik moest me erop voorbereiden. Over nadenken. Ik was er nog niet klaar voor. Maar Thijs was er klaar voor. En daar gaat het toch om? Nou, niet alleen. Het was verschrikkelijk. Thijs zo te zien lijden. Dat was verschrikkelijk. Dat had toch niet gehoeven. Nee. Nee. Dit is een... Ja. Wilt u daar niet even met de dokter over praten? Daar gaat het toch niet om. Zonde van zijn tijd. Ik ben keihard gezond. Maar de dokter weet nu tenminste wat ik wil. Als er echt iets aan de hand is. Hoe ik het hebben wil. Zal ik niet toch maar een afspraak voor u maken? Oh, nee. Het staat er toch allemaal in? Zonder van zijn tijd. Van mijn tijd. Tijd genoeg. Het gaat wel over uw leven. Het gaat vooral over mijn dood. Ooit.
Het was verschrikkelijk. Het was... Zo'n einde gun je toch niemand? Nee. Nou dan. Maar als hij nou... Als u nou... Als hij nou... Als hij nou wat? Als hij nou, om te beginnen, mij had gevraagd... hoe sta jij nou eigenlijk tegenover euthanasie? Toen hij de diagnose hoorde. Of liever, al veel eerder. Wat had u dan gezegd? Dan had ik gezegd, ik ben daar niet tegen. Ik heb daar geen principiële bezwaren tegen. Maar dat is allemaal wettelijk geregeld. Daar zijn strikte... voorwaarden aan verbonden. Ik ben gebonden aan strikte zorgvuldigheidseisen en die wil ik. Daar moet ik me aan houden. Maar ik vind het niet. Hoe moet ik het noemen? Ik vind het geen feestje. Wat niet? Euthanasie. Ik maak niet zo makkelijk iemand dood. Dat zou ik hebben gezegd. Maar dat heeft u niet gezegd. Hij heeft er me niet eens naar gevraagd. U had het hem toch kunnen zeggen? Een telefoontje, een fax, e-mail, Jezus. Er was toch nog niets aan de hand? En u wilde er helemaal niks mee te maken hebben. Ook niet toen hij het hoorde. Toen hij wat hoorde? Er valt helemaal niks meer aan te doen. Er valt nog van alles te doen. Maar ik wil u geen valse hoop geven. Het is terminaal. Het is terminaal. Helaas. Zo'n verklaring heb. Dat weet ik, ja. Dus als het zover is, als ik niet verder kan, als ik niet verder wil, dan kan ik erop rekenen dat u mij zult helpen. Ik zal uiteraard alles doen om u te helpen. Er zijn verschillende vormen van pijnbestrijding. Bestrijding van angst, van benauwdheid. En natuurlijk wil ik ook zo lang mogelijk. Maar als ik denk dat ik niet langer... Als ik niet meer wil... Zover zijn we nog lang niet. Nee. Maar als de situatie,
Als mijn situatie zo is, als ik echt, dan mag ik ervan uitgaan dat u mij dan helpt. Natuurlijk zal ik u helpen. Ik ben uw dokter. Dank u. Dat was dan toch heel duidelijk. Als de situatie op een gegeven moment onhoudbaar zou worden, dan wilde hij dood. Dat heeft Thijs u toen duidelijk willen maken. Toen hij hoorde dat... Toen hij de diagnose... Hij vroeg u of u dan bereid zou zijn tot euthanasie. En u heeft hem de indruk gegeven dat u daartoe bereid was. Hij heeft mij in feite alleen maar gevraagd of ik hem, als het zover was, zou willen helpen. En toen heeft u gezegd, natuurlijk zal ik u helpen. U moet begrijpen, als je zoiets te horen krijgt, zo'n diagnose, dan is de dood niet het eerste, niet het enige waar je aan denkt. Maar ook de tijd die je nog te leven hebt, de kwaliteit van dat leven met je nabestaanden, je vrienden, je familie. Of je misschien toch nog die reis zult maken naar Zuid-Afrika. Goed. Ik begrijp dat u ook liever niet toen al uitgebreid die euthanasie ter sprake wilde brengen. Maar dan had u er toch later uitvoeriger op terug kunnen komen? Misschien wel. Maar Thijs zelf heeft het er ook nooit meer over gehad. U had er toch over kunnen beginnen? Ja, misschien wel. Misschien wel? U had erover moeten beginnen. Dat was uw taak als dokter. U had te maken met een terminaal zieke patiënt in het bezit van een euthanasieverklaring. Die te kennen heeft gegeven euthanasie uiteindelijk als de beste, als de minst kwade oplossing te beschouwen. U heeft dat genegeerd. U heeft geweigerd daar een open en eerlijk gesprek over te voeren. Uw man... Mijn man was doodziek. U had hem moeten helpen. Op een andere manier moeten helpen dan met dat natuurlijk zal ik u helpen. Waarmee u hem heeft afgescheept. Vorige week heb ik gezegd dat ik ertoe bereid was. Maar dat u er nog over na moest denken dat u nog niet zo ver was. Kunt u zich dat niet voorstellen? Dat had u zich veel eerder moeten voorstellen. U had daar allang op moeten zijn voorbereid. De manier waarop u Thijs heeft laten stikken. Dat noem ik onvoorstelbaar. Hoe had u het zich dan voorgesteld? U heeft een euthanasieverklaring. Ja. U wilt... Ik wil... ik reken erop dat u me zult helpen. Er zijn de tijd. U rekent erop dat ik euthanasie zal toepassen. Als de tijd daar is. Als het zover is, ja. Wat zover is? Als mijn leven... Als ik vind dat mijn leven eigenlijk geen leven meer is. Maar een voortbestaan. Een vorm van vegeteren. Bij volledig bewustzijn weliswaar. De pijn. De onttakeling. De afhankelijkheid. De ontluistering. De machteloosheid. Als ik echt denk, ik wil dit niet meer. Ik wil dit mezelf en mijn omgeving niet langer aandoen.
Uw omgeving weet hiervan? Ze weten ervan. Ze accepteren het, al juichen ze het niet toe. Maar dat begrijp ik wel. Het is natuurlijk ook moeilijk. U realiseert zich dat het voor u ook moeilijk zal zijn? Ja. U zult zelf die beslissing moeten nemen. U zult tegen de dokter moeten zeggen, ik wil niet meer. En als ik dan... Als de dokter dan zegt... Oké, er komt een moment dat er geen weg terug meer is. Ja, dat begrijp ik. Voor u niet en voor mij ook niet. Natuurlijk. Het is voor u ook moeilijk. Uiteraard. Ik ben arts geworden om mensen te genezen, niet om ze... Te vermoorden? Nee. U beschouwt het dus eigenlijk als moord? Euthanasie? Absoluut niet. Ik spreek liever over levensbeëindiging op verzoek. Het strafrecht noemt zoiets moord als niet aan de criteria is voldaan. Maar net als u vind ik euthanasie humaner, menslievender. Dan iemand niet uit zijn lijden verlossen. Dus ik kan op u rekenen, als het zover is. Ja, sorry, het klinkt misschien wat welzijnswerkerig. Maar het is belangrijk dat wij daar samen naartoe groeien. Naar dat moment. Want stel, ik wil wel, maar u bent er nog niet aan toe. Dan gaat het dus niet door. Dat moeten wij dus voorkomen. Dat lijkt me echt afschuwelijk. Dat is het ook. U moet zich goed realiseren. Euthanasie is geen spuitje van een cent. Nee, dat realiseer ik me heel goed. Goed, dan spreken wij dit af. Op dit moment is er niets aan de hand. U, godzijdank, u bent kerngezond. Maar er ligt hier een euthanasieverklaring. Laten wij die niet vergeten, Freek. Nee. En stel, ik hoop het niet voor je, maar stel dat jij op een gegeven moment zo'n hopeloze diagnose te horen krijgt. Dan is een van de eerste dingen die we moeten doen. Dan zullen wij opnieuw over die euthanasieverklaring moeten praten. Afgesproken. Zeg maar Ankie. Ankie.